Yo mensen, jullie kijken naar Team PSU. Ik ben Stan en dit is Stan Bout. De eerste video van Stan Bout, de eerste aflevering van Stan Bout, hoe je het wilt noemen. Ik maak een creatief wereld aan. En we zetten hem op Amplified. Nee, geitje. We zetten hem gewoon op Super Flat. En dan, typen we even een seed in Stan Bout. Dus dat was mooi. Create new world. En dan komen we in de nieuwe wereld terecht. Fucking awesome mensen. En het is een hele lege vlakte zoals je ziet. Dat heeft wel wat. Even kijken. We gaan als eerste eventjes de pistool aanzetten. Ja, zeker weten wel. En dan hebben we hier de wereld. En we gaan een Team PSU gebouw maken. Deze had ik al gepakt, lol. En dat gaan we echt prachtig mooi doen, echt. Ik weet nog niet precies hoe, maar we maken maar gewoon een beetje een random vormpje. Het moet natuurlijk wel symmetrisch worden, dus het wordt nog wel een beetje... beetje niet heel erg lastig, maar dat wel, laten we zeggen, een beetje op een gegeven moment moet je dan echt een beetje kijken naar links en naar rechts en die dingen allemaal. Dit is trouwens de OCD texture pack. Wil jij die texture pack ook, moet je maar gewoon even googlen. Dan vind je hem vanzelf. Kijk, hier hebben we, dit is al niet. Oké, we maken, laten we zeggen, zo'n mooi puntdakje erop, laten we zeggen. Zo. En dan, dan hebben we zo'n puntdakje. En dan laten we zeggen dat we dan hierachter dan gewoon een normaal gebouw maken. Dus, dat wordt allemaal mooi, vind ik. Ik denk dat het wel mooi wordt. Zo. Ja, ziet er al wel mooi uit. Alleen willen wij hier dan denk ik wel stairs doen. Ik denk het wel. Kijk, dit is dan weer net iets donkerder dan dit volgens mij. Oh nee, helemaal niet. Nou, dan maken we dit zo. Boep, boep, boep. Zo. En dan doen we dit. Zo. Hebben jullie trouwens al gezien wat de nieuwe update van Minecraft is? 1.9. Ja, dat wordt echt... Dat is echt een... Ja, dat wordt. Ik weet zeker dat het een prachtige update is. Gewoon. Het wordt echt... prachtig. Ik hou het trouwens met deze doen niet. Of wel? Ziet dat er mooier uit? Nee, echt niet. Gewoon totaal niet. Gewoon. Dat ziet echt niet mooier uit. Nou, in ieder geval. De nieuwe update, dat echt... Ik heb er echt heel veel zin in. En ik denk dat ik, laat me zeggen, wel gewoon... dan een survival serie ga starten. Als jullie dat willen. Want... dan kan ik, laten we zeggen, een beetje survivalen in de nieuwe update. En, want de end is veranderd. Je hebt allemaal nieuwe dingen. Je kunt nieuwe dingen doen. Je hebt nieuwe combat dingen. Dus, ja, ik verheug me er wel heel erg op. En als ik dan de survival serie ga starten, dan... komt er waarschijnlijk geen Stan Bout meer. Maar ik weet ook niet hoe lang die update nog duurt. Voordat die uitkomt. Dus we moeten gewoon een beetje afwachten. En dan zien we dat wel gewoon. Dus, maar dit is echt een fantastische update. Ik vind het echt heel mooi. Want ja, je hebt allemaal nieuwe dingen erbij. En zelfs planten in de Nether. En... Nieuw. Dat je dan van die planten krijg je een soort spul. Oh nee, je hebt dan ook nette bricks. En nieuwe soort blokken waarmee je kan bouwen. Ik weet niet meer wat het precies was. Maar, dat is gewoon een mooie update, vind ik. Nou, hier maken we dus nieuwe carpets. Nieuwe carpets. Ik heb echt het woord nieuwe in mijn kop volgens mij. Dit is helemaal geen nieuwe carpets. Die carpets bestaan al sinds 1.4.5 of zo, weet ik veel. Je hebt 6. Nou, ik weet niet. Heel lang geleden. Nou ja, heel lang geleden. Niet heel lang geleden, maar wel vrij lang geleden. Dus,
Nou, hier komt de balie. Zo, en dan laten we zeggen dat we hier, laten we zeggen, zo'n achtermuurtje doen. Met alle tarieven erop. Zie. En dan maken we dit, laten we zeggen, gewoon zo'n muur, laten we zeggen, van dit, denk ik. Ik weet niet precies. Maar, in ieder geval, oh, wacht. Weet je, misschien is het mooi als we dit ook, dat licht doen. Dat wij, ja, dit, laten we zeggen, ook zo licht doen. Tip, tip. Zo, en dan klik, en dan klik. Klik. Oh nee, wacht, dit moet zo, en dan dit zo. Volgens mij. Ja, dat gaat wel. Oeh, klik. Jullie horen mijn muis waarschijnlijk. Ik heb echt een stroeve muis gewoon. Hij is een beetje stroef geworden, dus... Ja, ja... Ik weet niet of ik een nieuwe muis ga halen of zo, maar... Het is een beetje stroeve muis. Maar goed, in ieder geval... Nou, dit zijn dus de... De balie en de vloer, de gang, hoe noem je het? Ja, de gang wel, ja, wel een beetje gang. Nou, de balie, hier een, laten we zeggen, rode loper als het ware. Daar kunnen de mensen dan op overheen lopen om het een beetje chic te laten lijken, laten we zeggen. Dan voelen mensen zich misschien wel thuis. Misschien voelen beroemde mensen zich dan wel thuis hier. Wie weet. Moeten we alleen nog even een mooie deur zoeken voor dit gebouw. Ik denk gewoon deze deur. Of is dit meer een kamerdeur? Ja. Oh ja. Ja, het kan eigenlijk wel ermee door eigenlijk. Nou, dan hebben we dit hier nog. En dan moeten hier nog muren. Maar dat doe ik allemaal in de volgende aflevering. Eigenlijk begin ik er nu al aan. De rest doe ik wel in de volgende aflevering. Want dan kunnen jullie dat even mooi zien. En dan zie ik jullie later weer. Abonneer als je het leuk vond. Abonneer ook als je het niet leuk vond. En like natuurlijk de video. En dan zie ik jullie later. Doei doei. Echt precies. Gewoon even als ik dit afmaak. Zo precies op deze plek. Zo achter de balie. Weet je wel. Zo ploep. Met dit blokje in mijn hand. Ja? Oh nee. Dit blokje. Ja. Oké. Doei doei.